Maar daar gaat Trent weer. Trent alleen voor de keeper. Trent wipt hem fantastisch eroverheen. Ho, ho, ho. Martin Trent. Geweldig. Een klein buigingtje richting het legioen. En zo komt FC Groningen op 2-1. Of moet ik zeggen, Martin Drent komt op 2-1. Wat een geweldig doelpunt van de lange Drent in Groningse dienst. Die nu de lange armen omhoog heft om te laten zien. Ik ben de man, want dat mag je. Als je zulke doelpunten maakt op jouw leeftijd, ruim 30... Zo geweldig mooi, dan mag je die armen omhoog steken. En wat staan de mensen erbij te kijken, de Feyenoorders op het veld en het publiek dat nu echt, echt massaal, maar dan ook massaal weggaat uit de Kuip. Want het staat 2-1 voor Groningen. Nu wordt er nog een diepe bal gespeeld met de moed der wanhoop door Feyenoord. Maar als ik op mijn klokje kijk, dan zie ik dat er nog 10 seconden officieel te gaan zijn van de verlenging. Is het Kuip die nog iets probeert, maar wegglijdt. En dan gaat FC Groningen hier in Rotterdam aan alle illusies van Feyenoord voor de rest van de competitie een einde maken. Want Groningen gaat heel verrassend winnen van een slap, langmoedig Feyenoord, met name in de eerste helft.